Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl waar we werken aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. Iedere maand maken we een video waar we 250 euro investeren om te zien of we als we de aandelen zelf kiezen, we beter kunnen presteren, meer rendement kunnen maken dan wanneer we kiezen voor een breed gespreide ETF zoals bijvoorbeeld VWRL van Vanguard. Dat gaan we dus ook weer in deze video doen. Laten we snel beginnen. En laten we dan beginnen met te gaan kijken naar mijn portfolio. Het portfolio wat ik voor deze serie gebruik is bij de Giro. Dat is de broker die ik eigenlijk altijd gebruik voor de aankoop van mijn aandelen. Ze hebben op dit moment een actie. Je krijgt 50 euro transactiekosten te goed als je een nieuwe klant bent. Dus maak zeker gebruik van die actie door middel van de link onder deze video. Kijken we dan naar mijn portfolio. Als we ingelogd zijn, staat nu iets meer, ja, bijna 3100 euro op. Uh, ik heb mijn storting al gedaan om vandaag dus die aankoop van een nieuwe aandeel uh, te gaan doen. Maar even kijken hoe het er nu voor staat. Nou, het of de portefeuille bestaat eigenlijk uit een vijftal uh, aandelen en vier ETF's. Uh, we zijn deze serie begonnen aan het begin van het jaar in januari. Ik heb één keer uh, iets verkocht en daardoor een positie uitgebreid. Daardoor Intel vergroot. Um, ja, het staat nog wel negatief Intel, zo'n 4,5%. En ook Corsair staat nog negatief met 12,5%. Maar kijk, kijk naar de andere aandelen, andere ETF's, dan zien we dat allemaal alles in het groen staan. Citigroup een klein beetje. HP heeft het een stuk beter gedaan met inmiddels 15%. Microsoft, die ik ergens volgens mij in maart van dit jaar kocht, staat inmiddels 50% in de plus. Jammer dat ik er maar één van heb kunnen kopen op dat moment. Maar dat is altijd makkelijk praten achteraf, natuurlijk. Kijken dan naar de trackers of de ETF's. Uh, eerder ja, Ik heb al een VWRL alternatief gekozen. Dat is deze van iShares. Nog steeds 24% in de plus. Uh, 25, bijna 26% erbij voor van uh, Vecto Digital Assets. Die heb ik juist vorige maand pas gekocht. Juist omdat ik aangaf in die video ook van... ik denk dat er op de korte termijn weer heel veel interesse komt, hype komt rondom... Uh, crypto en dat soort dingen, hoe kan ik daarvan profiteren met een ETF nou daar heb ik deze voor gekozen, ik weet niet of het nu nog interessant is, want we hebben natuurlijk al een behoorlijke stijging gezien van 25, 26% in één maand tijd dus we hebben de semiconductors ETF van VanEck ook heel erg goed met 36% en Wisdom WisdomTree uh, cloud computing ETF met 10% in de plus, dus ook eigenlijk als je hier alleen al naar gaat kijken alle ETF's staan in het groen en ook behoorlijk in het groen en kijken we dan hierboven, dan zien we dat we inmiddels zo'n 350 euro uh, rendement hebben gemaakt, winst hebben gemaakt op ja, een inleg van ja, iets minder, maar in ieder geval uh, bijna 3000 euro voor het totale account. Ik denk best wel een behoorlijk ja, mooie prestatie op dit moment. Maar het idee van deze videoserie was ook vooral om te kijken: van wat kunnen we bereiken als we het zelf doen? En hoe vergelijkt zich dat tegen als we het makkelijk zouden doen? Een ETF zouden kiezen, zoals VWRL. Eén keer een aankoop doen in de maand en eigenlijk weinig tijd eraan besteden. Dus juist die vergelijking is heel belangrijk. Het, het eigen rendement, het eigen portfolio doet het nu heel erg goed. Maar hoe ziet die vergelijking er op dit moment uit? Nou, dan ziet die er ook gewoon heel erg goed uit op dit moment. We hebben namelijk 10,06% meer vermogen dan wanneer ik alleen voor VWRL had gekozen. Oftewel een verschil van 339 euro. En kijken we dan even kort naar het overzicht uh, wat ik zelf bijhoud in zeg maar, een Excel-document. Dan zien we dat we hier uh, dit hadden gehad als we VWRL hadden gehad. Hier zien we eigenlijk alle aankopen die ik heb gedaan. Hoe goed die het hebben gedaan ook per maand. Je ziet vooral nu bijvoorbeeld 15% erbij, 5% erbij. 11% in een maand voor Microsoft. Um, ja, daar komt natuurlijk het, het grote verschil, want dat zien we hieronder. Nu staan we dus op 10,06%. Vorige maand was het eigenlijk gelijk, na bijna ja, 9 of 8 maanden dat we hiermee bezig waren. En voorheen hebben we het grootste verschil gezien: van ongeveer 2% minder of 2% meer rendement. Dus het heeft hele lange tijd ongeveer gelijk opgegaan. Maar nu hebben we in één keer een hele goede maand gehad heel veel techbedrijven, heel veel crypto of digital assets die het goed deden en daar heb ik dus optimaal van kunnen profiteren, maar je ziet wel het kan zomaar zijn dat we volgende maand weer heel dicht bij elkaar zitten en het misschien wel minder dan een procent verschil is. Maar dat is dan weer iets voor de volgende maand. Laten we nu vooral gaan kijken naar deze maand en een nieuwe aankoop, want ook deze maand gaan we dus opnieuw 250 euro investeren. Het aandeel dat ik voor deze maand heb gekozen is Silicon Motion met ticker symbool SIMO. En dit aandeel kwam ik de laatste tijd zelf tegen in mijn eigen onderzoek waarbij ik aandelen aan het screenen was, maar ik zag het ook afgelopen week voorbij komen in een artikel van IEX en ik denk dat het sowieso positief is als het op meerdere vlakken eigenlijk vanuit verschillende kanten positief naar voren komt. Maar wat is dan Silicon Motion? Nou, Silicon Motion is een toeleverancier van heel veel fabrikanten en Silicon Motion maakt geheugencontrollers. Het is dus uh, de marktleider in de productie van deze uh, geheugencontrollers. En denk hierbij bijvoorbeeld aan controllers voor ssd schijven of voor intern flashgeheugen voor bijvoorbeeld laptops, smartphones, tablets... En waarom kies ik dan voor dit bedrijf, voor Simo, laat ik het even afkorten. Nou, ten eerste dus omdat het zelf in, eigen, uh, in mijn eigen screen naar voren kwam dat het mogelijk een interessant bedrijf was. Maar ook omdat ik dan op de korte termijn wil gaan kijken en dan kijk ik even naar wat analisten ervan vinden. Omdat ik mogelijk op korte uh, termijn hier al van kan profiteren, is hier op korte termijn rendement te behalen. Nou, volgens TipRanks is dat zeker het geval. Heeft het aandeel zelfs uh, 54% upside en ligt het koersdoel van analisten op 106 dollar. Maar dat is op basis van drie analisten. Dus laten we ook even gaan kijken bij Seeking Alpha. Daar zien we namelijk 12 analisten. En daar ligt het koersdoel op 93 dollar. Laten we tenslotte nog even gaan kijken naar Simply Wall Street. Die zegt dat het aandeel zelfs 52% uh, procent is ondergewaardeerd. En dat het een fair value heeft van 145 dollar. Dus analisten verwachten er heel veel van op de korte termijn. Dat is positief. En de korte termijn van analisten is altijd 12 maanden. Dus het is in ieder geval interessant om te gaan kijken of we het kunnen toevoegen, juist om op de korte termijn VWRL te kunnen verslaan. Maar het is natuurlijk niet alleen interessant op de korte termijn. Ik wil ook kijken: is het interessant op de lange termijn? Dat mogelijk we het als het goed gaat met het bedrijf het ook gewoon lang vast kunnen houden. En heel belangrijk om te zien of we de prijs of de koers die het op dit moment is. Of dat een goede prijs is om te betalen op dit moment. Daarvoor maak ik gebruik van een tool, mijn eigen tool, die als het goed is eind deze week beschikbaar komt. En kijken we hier ten eerste naar het overzicht van het aandeel, dan is het altijd interessant om te zien de PE-ratio. Op dit moment niet zo heel hoog, al is dat vaak voor toeleveranciers of misschien zelfs van toeleveranciers, van toeleveranciers. Uh, die worden vaak als eerste geraakt, mochten er mindere stellingen komen. Dus vaak zul je hier ook niet zo'n hoge PI e. zien. 17 is gewoon heel erg redelijk. De bruto-marge 49%, heel goed. Netto marge 22%, ook heel goed. Heel interessant dus om te zien. Uh, ik denk heel belangrijke cijfers voor een bedrijf om meteen te kunnen zien. Maar laten we ook zeker even gaan kijken naar de checklist voor dit bedrijf. Want in de checklist die ik heb gemaakt zien we 12 punten waar ik een aandeel graag heel snel op wil screenen. Om te kijken of het eigenlijk positief is of misschien niet zo positief is. Negatief is misschien zelfs wel. Maar in ieder geval, het is niet per se dat ik een aandeel hierop afkeur. Maar het is in ieder geval wel dat je snel kunt zien van... moet ik meer onderzoek doen of voldoet het dan eigenlijk aan al mijn punten al meteen? Nou, we zien hier nu wel wat rode dingen. Maar wat we vooral ook zien is eigenlijk best veel groene dingen. Goede uh, waarderingen op dit moment lijkt me. Ze kopen wat eigen aandelen in. De netto-winst is hoger dan 10% zoals we graag zouden willen zien. En heel belangrijk, het schuldratio is gewoon heel erg laag. Die is maar 0,25. En ook de schuld ten opzichte van de free cashflow. Als ze zouden willen, zouden ze in één kwartaal de winst die ze maken in één kwartaal kunnen gebruiken om alle of de free cash flow in één kwartaal, zo moet ik het zeggen, kunnen gebruiken om alle schuld meteen af te lossen. Dat is heel erg positief. Wat we hier dan wel zien, is eigenlijk dat bij de winst en de omzetgroei dat daar juist de rode cijfers naar voren komen. Uh, lijkt heel negatief, zeker met dit soort percentages, maar ik denk niet per se dat het negatief is voor dit bedrijf. En dat wil ik ook even gaan kijken en dat kunnen we doen door middel van de cijfers te bekijken. Want wat we net zagen is dat eigenlijk bijvoorbeeld de omzet dat die heel erg afneemt de laatste tijd, of tenminste dat niet zoveel groei is. Um, en dan willen we natuurlijk onderzoeken waarom is dat. Nou, het gaat ongeveer over deze periode, vijf jaar geleden. We zien in één keer een enorme sprong van 360 miljoen naar 560 miljoen, laten we zeggen. En we zien hier in één keer een hele erge afname in 2019 van 530 miljoen naar uh, 460 miljoen, laten we zeggen. Dus in de omzet zien we grote verschillen en dat heeft vaak ook effect op de netto-winst. Hier gaat bijvoorbeeld 30% eraf en hier zien we een bijna een verdubbeling. Wat we dan kunnen doen is naar, gaan kijken naar de cashflow statement. Want hierin kunnen we zien of een bedrijf eventueel uh, bedrijf heeft overgenomen of misschien bepaalde activiteiten heeft verkocht. Dat kunnen we zien bij acquisities en desinvesteringen. En dan zien we dat juist in die jaren waar we die grote verschillen zagen, dat ze hier een minbedrag, oftewel hier hebben ze iets gekocht, hier hebben ze ook nog een klein beetje iets gekocht en in dat jaar hebben ze juist iets verkocht. En dat verklaart. Dus eigenlijk waarom we die verschillen zien in de omzet. En is het dus ook zo dat wat we zagen net in de checklist, wat rood was, niet per se slecht is. Het gaf alleen aan dat we dat moeten onderzoeken. En hieruit kunnen we halen waarom dat is geweest. Waarom de omzet en de winst in één keer heel erg toenamen... en vervolgens heel erg afnam. Laten we ook nog even snel gaan kijken naar wat grafieken voor dit bedrijf. We kunnen de aandelenkoers zien. We zien wel dat hij een jaar geleden een stuk lager stond. Maar we zien ook wel dat hij de afgelopen jaren behoorlijk wat schommelt. Natuurlijk, nu met chiptekort en al dat soort dingen. Profiteert dit bedrijf natuurlijk ook van en dan gaat de koers natuurlijk hard op omhoog. Een PE-ratio met een uitschieter hier zien we heel vaak liggen tussen de 12, 15, ik geloof ergens 20 en 17. Dat zijn in ieder geval ratio's die we kunnen onthouden om zo meteen zelf te gebruiken in onze waardering. We zien hier de omzet, de, de, de winstmarges en eigenlijk vooral de, de operating income, de netto-winst. Dat ziet er allemaal heel erg goed uit. We zien wel wat fluctuaties, maar zoals gezegd, dat heeft vaak ook te maken met die verkoop. Waarschijnlijk zat het hier lager, kwam in één keer een stuk hoger. En ging het naderhand. Hebben ze hier een verkoop gedaan, maar nu ziet het er wel weer positief uit. Kijken we bijvoorbeeld verder nog naar uh, alleen de netto-winst. Dan zien we hem juist de laatste tijd flink toenemen. Kijken we naar de marges, dan is de bruto-marge in ieder geval heel constant. En zien we nog wel wat verschillen in de profit in, in de winstmarge. Uh, dat kan vaak ook boekhoudkundig bijvoorbeeld uh, komen. Kijken we naar de groei, dan zien we hier wel een flinke uitschieter in de kosten die ze maken. Gelukkig is dat wel eenmalig. Ook dat heeft vaak te maken met boekhoudkundige dingen. Het um, is ja, alleen wel jammer dat het daardoor een vertekend beeld geeft van dit ja, lijkt nu in één keer heel weinig. We kunnen ook nog gaan kijken naar de cashflow of uh, juist hun cashpositie. En dan zien we wel dat uh, de schuld wat toeneemt op dit moment. Het kan ook zijn dat ze juist uh, goedkoop geld kunnen lenen om dat te investeren. We hadden eerder al gezien dat ze juist heel veel uh, rendement maken op het geld dat er in het bedrijf zit. Dus als ze het lenen, kunnen ze daar waarschijnlijk een groter rendement op maken. Dus het hoeft niet per se verkeerd te zijn. En zeker als je ook gaat kijken naar het schuldratio dat ze hadden, dat gewoon heel erg laag is. Maak ik mij eigen hier niet zo heel veel zorgen om. En laten we dan tenslotte nog even gaan kijken naar de waardering voor dit aandeel. Want zoals ik al heb gezegd, het is ook heel belangrijk om te kijken van de prijs die we op dit moment eventueel zouden betalen voor het aandeel. Is dat interessant voor ons? Uh, kijken we naar de laatste 10 jaar, 5 jaar en 1 jaar, dat zijn de gemiddeldes. Je ziet wel dat de omzet dus flink fluctueert. Dat heeft dus zoals gezegd te maken met wat investeringen of juist verkopen die ze gedaan hebben. Ik ga uit van 8, 10 en 12 procent. Voor de komende 7 jaar maak ik deze berekening. Kijken we naar de netto winst, die ligt eigenlijk de hele periode ergens in de 16%. Heel stabiel dus. Ik ben uitgegaan van 15, 16, 17%. Hetzelfde voor de free cashflow. Ik heb wel aangenomen dat ze iets uh, wat aandelen gaan kopen. Dat zie je namelijk al gebeuren. Hier nam het aantal aandelen nog toe. Nu neemt het juist af de laatste 5 jaar. Dus ze zijn al regelmatig van plan wat aandelen te kopen. Daarom ben ik uitgegaan van 0, min 1 of min 2%. De P.E. ratios die we eerder al zagen in die grafiek, tussen de 12 en 18 heb ik gebruikt en voor de free cashflow tussen de 14 en 20. Gewenst rendement van 10% per jaar en op de eindeloze termijn, oftewel na die 7 jaar, groeien ze met 3% per jaar volgens mijn verwachting. Klik ik op analyseer, gaan we naar beneden scrollen, zien we dat het eigenlijk uh, ja, eerst vier rode tekens zijn, dus dat is niet heel positief. Ten opzichte van de koers op dit moment. Dat wil zeggen, dit zouden we graag willen betalen. En dat is lager als het rood is dan de koers op dit moment. Maar we zien wel dat in de base case het ongeveer ligt op de koers van dit moment. En dat wil niet zeggen dat we dan geen rendement kunnen maken. Dat we nog moeten wachten. Wat als juist aangeeft, we hebben gezegd dat we graag 10% per jaar rendement willen maken. Dus als we dit zouden betalen, zouden we 10% per jaar rendement kunnen verwachten voor de komende 7 jaar. Dus eigenlijk. Vind ik het juist heel erg positief op die manier. Het is niet heel erg overgewaardeerd. Het is niet ondergewaardeerd. Volgens deze berekening. Het is juist denk ik heel erg bijna perfect, ge, um, ja, perfect geprijsd, zou ik willen zeggen. Om juist die 10% rendement te kunnen maken. Volgens mijn berekening. In ieder geval in deze situatie, als dat dus gaat gebeuren, als ze met 10% blijven groeien de komende jaren. En daarom vind ik het juist dus een heel interessant aandeel. En wil ik het ook gaan toevoegen deze maand. En natuurlijk ga ik het dan weer toevoegen aan mijn portfolio bij de Giros. Als gezegd, zegt ze hebben een actie, wil je daar gebruik van maken als nieuwe klant? Klik dan op de link onder deze video. Ik kan het aandeel op dit moment nog niet kopen omdat de beurs gesloten is. We kunnen het al wel vast opzoeken. We zoeken het uh, tickersymbool Simo op. We zien het hier staan op de NASDAQ. Tegen welke koers het straks zal openen weet ik niet precies. Maar wel rond die 69 dollar die we eerder zagen. Dus uh, ik kan het nu niet kopen. Ik kan het wel inplannen. Maar nu niet kopen. Maar tegen de tijd dat deze video online staat. Zal ik het aandeel wel gekocht hebben. En daarmee hebben we dan weer het aandeel gekozen voor deze maand. We gaan dus volgende maand opnieuw een aandeel kiezen. Maar ook zeker kijken hoe het portfolio ervoor staat. En eind volgende maand zullen we gaan kijken. Aangezien we een heel jaar gehad hebben. Hoe we uiteindelijk gepresteerd hebben en hoe dat vergeleken is ten opzichte van VWRL. Heb je nog tips, suggesties, feedback? Laat dat weten in de reactie onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. En wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.